Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik ga vandaag in mijn planner werken van Janine's Mindful Art Collection, de Victorian Dreams. En ik heb al meerdere pagina's erin gemaakt, maar nu ga ik denk dat ik hem hiernaast ga maken, als het mooi uitpakt. Ik ga werken op de designpapier en ik mat daaronder nog een laagje. Dus ik weet niet zeker of het hierbij staat en anders plakken we het op de volgende. En ik heb het designpapier genomen uit de Wild & Free collectie. En dit is de JMA-WAF-DPP182. En de Art Journal is de JMA-VD-JOUR11. En ja, dit zit er allemaal twee keer in. Want ik heb deze genomen en daarvan dus de achterkant. En dat is deze. En ja, alles zit er twee keer in. Dus ik hou dit nog wel over. Dus dat is wel heel mooi. En de vorige had ik ook al hieruit gebruikt. Zo. Dus dat. Die zet ik hier weg. Nee, niet handig. Die zet ik hier dan weg. Oké. Ik ga hier op werken met maastencils. Dus ik ga eerst en maastencils en inkt. Dus ik ga voor de zekerheid eerst maar eventjes helemaal met de gesso doen. Wel doorzichtige gesso, dus niet wit maken, maar de Claire gesso. Die heb ik van Finneberg heb ik die. Dus even kijken, ik denk dat ik hem door moet roeren, want het is eventjes geleden dat ik hem gebruikt heb. Maar het valt nog mee. Even kijken, een stokje erbij. Hij is in ieder geval nog goed smeerbaar. Ik heb hem al een tijd, dus hij gaat gewoon goed mee. Nou, ik pak hiervoor een kwastje. En ik ga hem dus insmeren helemaal. Zodat ik hierna er nog lekker op kan werken. Met van alles en nog wat. Zodat de inkt er niet intrekt. En niet uitvloeit, om het zo maar te zeggen. Wel watervaste inkt gebruiken. Oh, dat hoeft nog ineens trouwens. In de tussentijd heb ik dus mijn kwast schoongemaakt en ik heb dus de Claire Gesso van Finneberg, maar ik heb hem dus ook speciaal voor watercolor van Daniel Smit heb ik hem ook. Kijk, transparante. Dus die twee heb ik, alle twee heel goed mogelijk. Ik had bedacht om met Distress Glacé wat te doen. Dat is van Tim Holtz. En daar had ik bedacht om dat met de mastencil JMA-ES streepje mask 78 te doen. En ik denk dat ik ook nog de JMA streepje ES mask 102 te gebruiken. Ik vind deze leuke dingetjes ook wel, ja, leuker op. Maar ik ga nu eerst deze erop doen. Het is even geleden voor mij, dus ik moet heel eventjes erbij nadenken hoe het ook alweer was. Maar we zullen zien. Nee, ik denk dat ik het gewoon met mijn vinger aan moet brengen.
Ja, zochte vet is dat, zeg maar. Oh. Ja, en dat doe ik hier ook. Hij is misschien nu wel zachter door het warme weer. Alhoewel het hier wel meevalt in huis qua warmte. Maar toch, het zal vast wel uitmaken. Die zit erop. Nou, ik heb dit dus gewoon erop gesmeerd. Niks verders mee gedaan. En nu wil ik er spray op doen. Alleen ik moet heel even testen of de kleur wel mooi is. Weet je wat, dat doe ik gewoon hier even op. Even goed schudden. Ik heb hier voor de Lindy's Starburst Sprays Snowy Tundra Sunset en de Blushing Polar Bear. Dat komt volgens mij uit één set. Nou, we zullen het zien of het wat is. Ja, deze nog even kijken. Deze zeker. Nou. Doe ik er gewoon even wat opsprayen. Nou, ik heb nu dus alleen de Snowy Tundra Sunset genomen. En die ga ik nou met de heat tool, ga ik die verhitten. Kijk, en dan ligt het op. Kijken, de druppels maar weghalen. Nou heb ik hier nog niks gedaan. Er moet ook nog een kleurtje. Dan ga ik toch die andere proberen. Ja. Zo. Laat het gewoon even maar lopen. En de kant op laten lopen. Zo. Nadat de onderkant wat vies wordt, zou niet erg zijn in dit geval. Nou, dan komt het zo een beetje op te liggen. Kijk. Nou, best leuk zo. Ja, het blad een beetje schoonmaken. Oké, en dan heb ik hier nog deze. Maar dan ga ik weer op een andere manier aanbrengen. Nou, de lintjes. Staartburst. Dat wil zeggen dat er een glinstertje, een glittertje in zit. Vandaar dat het ook dus een beetje glinstert. Ik heb hier ook de distressoxide. De Seedless Preserves. Die wil ik nog gebruiken. Met deze. Kijken of het al helemaal goed droog is. Ja. En dan wil ik gewoon
hier nog wat doen. Hier ook. En daar ook. Want het is echt een pagina wordt het van loslaten. Ik was een beetje inspiratieloos. Dus ik dacht van nou, ik ga gewoon wat kleurtjes bij elkaar zoeken en we gaan gewoon aan de gang. En dan zien we het wel. Wat het gaat worden, toch? Oh, even allemaal spulletjes weer een beetje schoonmaken. Ook belangrijk. Nou, dit is het dan zover. Ik had nog heel even terug naar mijn eigen filmpje gekeken van 22 april op 28 april 2022. Want ik zie nog een vettig laagje erop zitten. Ik dacht, hoe moet dat ook alweer? Maar dat kan ik dus gewoon afvegen. En dan zie je dus de ondergrond ook weer wat meer. En dan gaat dat vettig laagje, gaat er dan af, soort siliconen zeg maar. En dan wordt het eigenlijk dus veel malen mooier. Oh ja, dat is echt tof zeg. Het was echt voor mij een beetje te lang geleden. Maar het is, ja, ik vind het toch wel heel leuk. Geeft toch wel een heel mooi effect. Het is een beetje een uitzending voor mij van laat los. En gewoon doen. Oké, ik heb nog wat stempels erbij gepakt. En ik wil een plaatje gebruiken. Uit de die-cut. Nee, hoe moet ik dat zeggen? Uit de, jawel, die-cut blok. Paperpad blok. JA-WAF-DCPP. 181 en dan wilde ik deze dame gebruiken. Eventjes mijn spullen aan de kant. Dus er mag wel wat groene inkt er ook op, zeg maar. En nog wat andere dingetjes. Ik ga de randen alvast met Distress Ink doen, de kleur Vintage Photo. Ja. Intussen ook wat doen. Mocht je dan witte te fel vinden. Zo, die komt daarop, onder andere. Er komen nog meer dingetjes op. En ik wil ook nog wat stempelen. En ik heb hier voor de Victorian Dreams genomen. JMA-VD stamp 610. En dat wil ik met groen gaan doen. En dan heb ik de Piet. Even kijken, de Fern Green. En de Leaf Green, maar die vind ik te fel. Dus ik neem de Fern Green of de Peat Moss. Die pak ik er ook even bij. De Peat Moss of de Fern Green. Ik denk dat ik toch voor de Peat Moss ga. En dan wil ik deze tekst vaststempelen. Script vind ik altijd wel heel leuk om te stempelen. Uit de losse pols doe ik dat. Mag wel wat feller als je dat wil doen. Nee, nou dan is ook goed.
dan hier nog wat. Hier nog wat. Even afdoen met een doekje. En dan wil ik ook nog zwart gaan gebruiken. Die heb ik ook van de Archival inkt, de Jet Black. En ik pak daarvoor mijn acrylblokje erbij. Oh. Ik ga daarvoor de... Even kijken, deze. Kijk, de haar wil ik hier ergens, met wat tekst erbij nog. Zo. Even zien hoor. Ik denk dat ik het gewoon eerst eventjes op ga plakken. Daarna nog kijken van wat ik nog meer wil stempelen. Ik heb wat plaatjes gezocht, bij elkaar gezocht. Uit de Mixed Paper Pads heb ik er ook een aantal. En uit het blokje. Zonder te knippen. En misschien ook nog wel hier wat uit. Maar vast wel. Daar heb ik allemaal plaatjes vandaan. En die moet ik nog heel eventjes met de Distress Ink doen. Nou, uit dit Mixed Paper Pad. Daar moet je ze wel uitknippen. Deze komt daar bijvoorbeeld uit. Deze die komt uit het die-cut blokje. Deze ook. Deze ook. Deze die heb ik weer geknipt. Ja. Lijm erbij. Dan ga ik het eigenlijk een beetje rangschikken hoe ik het wil. Dat had ik al gedaan, maar nu ga ik het opplakken dus. Nog niet heel vast plakken, zodat ik toch nog wat erachter kan plakken. Maar niet te lang meer wachten, want anders droogt de lijm weer te ver op. Daarom had ik al een beetje bepaald waar ik alles wil hebben. Deze die wilde ik hier hebben. Nee, die wilde ik daar niet hebben. Of wel? Die wilde ik hier hebben. Zo was het. Nou, is maar goed dat ik hem nog niet zo heel vastgeplakt had. Zodat ik geen lijmresten heb. Nou, dit kan ik nu wel vastplakken. En deze die gaat er een beetje... De boven schuins weg. De hand nog wel
zichtbaar zowat. Deze tak. Wacht even, deze weer eerst. En zo komen de plaatjes ook een beetje op. En bovendien is het er leuker bij, vind ik. Die wil ik daar en dan wil ik deze er weer wat op doen. Ja. Maken we ook op. En dan wil ik hier ook nog iets doen. Dan moet ik heel eventjes bedenken wat. Nou, ik had nog wat roosjes gevonden. Dus die ga ik erbij omplakken. Lijkt net alsof het een geel is, toch? Die plak ik er weer achter. Die plak ik er ook bij. Dus even kijken. Nog een donkerder roosje heb ik hier. Plak ik er ook weer bij. En nog een soort bloem, ja, zo'n postzegeltje, zeg maar. Even zoeken. Hè. Zoek, zoek, zoek. En jij zult vinden, zeggen ze altijd, toch? Een blauw, ja, daar zit ook wat blauw in. Dus dat kan misschien wel, hè? Ja, dat kan wel. Nou, zover heb ik het al. Ik heb hier ook de Victorian Dreams wazi-tape bij gepakt. En nu wil ik weten of ik hier nog iets leuks mee kan doen. Ik denk het wel. Ja. Maar even kijken. Daar doe ik wel een beetje lijm aan. Dan smeer ik een beetje uit zo. Plak ik hierop. Dan doe ik nog een andere. Deze bruine. Ook een beetje uitsmeren. Oh. Nou, even een nieuw stukje pakken, want hij is fout gegaan. Mijn handen schoonmaken.
Dan weet ik zeker dat die goed blijft zitten, omdat ik natuurlijk bezig geweest ben met dat vettere spul. Nou, dit ga ik heel eventjes afknippen. Met mijn scherf. Zo. Beetje ombuigen. En dan heb ik hier nog andere. Even kijken of dat er ook nog leuker bij is. Ja, maar dan doe ik hem zo. Moet ik hem wel recht plakken. Zo. En dan zit er nog een andere bij. Die doe ik weer zo. Bureaublad weer wat schoonmaken. Nou, de randen, die wil ik ook nog beïnkt hebben. Die doe ik zwart. Ja. Zo. Zo, ik vind hem al best aardig af. Ik heb dus hier heb ik deze wasitape gebruikt. Hier ook. En dat heeft nummer, dat was ik nog vergeten. JMA-VD-WASCH. SH bedoel ik, WASH 17. En ik heb hier nog nietjes in gedaan van Tim Holtz, van die kleine nietjes. En ik heb het gemat op roze papier. En dat komt uit deze set, uit de Mixed Paper Pad. De teksten, die komen uit de JMA-VD-STIC 18. En daar heb ik de kraft genomen. En dan heb ik ook nog gemat op zwart papier. En de maten, dat zal ik ook nog even zeggen. Ik weet niet of ik dat al gezegd had. De van de kleine, dus van het designpapier, is 19,5 keer bij 12,5. En dan heb ik dit dus een kleine halve centimeter erbij gedaan. Dus bijna 20. En dit is al dan 13 zijn, denk ik. Ja, en dan nog een halve centimeter erbij. Dus dan kom je uit op, dat is bijna net zo lang als de pagina. 20 jaar? Ja, iets meer dan toch? Even kijken. Ja, als de pagina.
ik net niet de pagina. En de pagina die is 20,5, dus 20,3 zeg maar. Nou, dan wil ik hem dus op mat. Ik vind het wel bij deze staan. Ik vind het wel gaan. Dus ik doe het gewoon. Een beetje afwijken mag best wel. Ik wil de randen hiervan nog distressen. Met distress inkt. En dan ga ik het opplakken. Ik doe dat allemaal met de Art Glitter. Het is wel een hele goede lijn. Deze even uit de buurt. Dan ga ik dadelijk nog kijken of ik er nog iets op mis. Hij moet in ieder geval iets meer omhoog. Dus designpapier had ik eigenlijk net iets kleiner moeten maken misschien. Maar dat geeft niet. Dan doen we die opschuiven. Even naar me toe halen nog mensen. Ja, zoiets. Ja, zo vind ik hem wel oké. Het spelderkopje in je lijn. Zo, dan ga ik even mijn zwarte fijnlijnen. Ga kijken of dat gaat lukken. Nee, dat gaat. Oh, dat kan ik misschien wel zoiets doen, ja. Probeer eventjes een beetje. Nog een lijntje te krijgen, maar waar het waar dit zit, die distress glaze, daar gaat natuurlijk lastiger. Daar zit een siliconen laagje, zeg maar. Misschien is het ook leuk om wat streepjes door te doen. Kan ook nog. Kan, hoeft niet. De plaatsen waar het open is. Zo moet ik het zeggen. Een beetje kriebelen. Nou, ik vind hem eigenlijk best leuk al. Ik heb eventjes uit dit blokje nog wat bijtjes en de libel gehaald. Die ga ik ook nog eventjes opplakken. Oh.
Zo, en dan vind ik hem eigenlijk wel klaar. Nou, hierna volgen nog foto's. En dit was het voor deze keer weer. Dankjewel voor het langskomen op mijn YouTube-kanaal. En tot de volgende keer maar weer. Doei, doei.